Welkom bij Trauma Talk, geïnspireerd door de Facebookpagina Traumas van Nora. Mijn naam is Nora en vandaag ontvang ik inspirerende gasten om het te hebben over interessante onderwerpen. Kijk jij mee? Besma, welkom. Je bent een trouwe lid van de Facebookpagina Traumas van Nora, waar Emmel en ik de beheerder van zijn. Je kent de pagina, er worden best wel wat verhalen gedeeld. Heeft de pagina jou op een of andere manier geholpen? Jazeker. Ik ben via Traumas van Nora ook in aanraking gekomen met meiden die toch wel met een best wel heftig taboe onderwerp, namelijk seksueel misbruik, in contact gekomen. En dat heeft mij heel erg geholpen en zijn ook eigenlijk gewoon nog een soort digitale zussen. Wauw, wat mooi. Dat is dan buiten mij omgegaan, maar ik vind het mooi dat dit soort initiatieven ontstaan en dat jullie elkaar daarin kunnen vinden. Voordat we zo komen op het stukje seksueel misbruik, want ik begrijp dat dat dus aan de hand is geweest. Ja. Vertel eens even iets, kom jij uit een groot gezin? Ik ben middelste van 7 en ja, ik merkte al heel vroeg dat ik anders was dan hun. En ook op school was ik anders. In welke zin anders? Ik was toch wat gevoeliger. Ik wilde meer uitleg. Ik had meer antwoord nodig dan ja of nee, of dit moet of dit mag niet. En daar was weinig ruimte en geduld voor. En werd dat gezien als brutaal? Respectloos, brutaal. Dat was het vooral niet bedoeld, maar is wel zo geïnterpreteerd. Ja. En je broers en zussen waren daarin dan wat volgzamer, als ik het zo... Ja. Okay. En heb je ook een verklaring voor waarom jij dan anders bent? Of? Ik merk wel gewoon dat ik wat moeilijker vind om dingen te verkroppen, wat ik denk, wat ik voel. Op mijn 16e kwam er wel een diagnose, maar dat was dan borderline, omdat ik geen emoties kon reguleren. Later werd dat PTSS en inmiddels willen ze autisme aan me plakken. Oké, autisme. Dat is best een heftige diagnose. Ik weet er eigenlijk niks van totdat ik die diagnose kreeg, maar herken je jezelf erin? Ik herken me eigenlijk overal wel in. Alleen ik lees ook heel veel verschillende soorten autisme, dus ik leil hem. Je geeft net aan dat je thuis je anders voelde. Voelde je je ook zo op school? Maar daar mocht je dan wel weer over gevoelens en emoties praten, maar daar was ik weer anders omdat ik dat niet kon. Oh, okay. En ook omdat ik er anders uitzag. Ik was een van de weinige buitenlandse kinderen op de basisschool. Dat ging ook gewoon, soms deden ook gewoon docenten mee, dus dan... Waar deden ze mee? Waaraan? Sommige dingen herinner ik me gewoon nog heel goed. Zoals groep 5 moesten we Valentijnskaarten maken. Mm-hmm. En ik wist gewoon dat ik geen hartjes mocht tekenen. En, van wie mocht je geen hartjes tekenen? Van thuis. Mm. En ik bevroor dus ook een beetje, want... Hoe leg ik het uit zonder dat ik zeg dat het thuis niet mocht? En ze zag me ook gewoon niks doen. En toen zei die juf, wat doe je? Waarom ben je niks aan het doen? Ik kon gewoon niet liegen. Dus ik zei, ik mag geen hartjes tekenen thuis, van thuis uit. En ze ging het even herhalen, zodat de hele klas het hoorde. Toen ging ze lachen van... Het interesseert me niet, maar je gaat gewoon lekker een kaart maken. Dan maar lekker met vierkantjes en rondjes. Maar je gaat wel wat doen. En dan ging ze lachen. En dat maakte ook dat anderen erom gingen lachen. Dus... En wat deed dat met jou? Rond mijn 10e, 11e. Toen ging ik mijn sjaal heel strak om mijn keel doen. Toen wou ik al een soort van
dood of gewoon rust. En dat deed je dan in je kamer, begrijp ik? Of? Ja, ik deed de lamellen dicht en dan ging ik gewoon heel zachtjes muziek luisteren, want dat mocht ook niet. En dan ging ik gewoon heel strak met een sjaal om me heen in de hoop dat mijn adem stopte. Maar het was meer dat je gewoon nergens veilig voelde, geen rust had. En ja, niet wetende dat het begin van een zware depressietijd was. Het is nog best jong, hè? Ja, dat was gewoon al heel vroeg. Zat ik met angst. Als ik gewoon een vraag had waarom het onweerde, dan zei mijn moeder, God is boos op je, daarom. Wow. En als ik gewoon iets vroeg, dan wilde ze heel graag dat even erin hakken met angst en dan via God. En dat heeft wel een soort bodem gelegd bij mij, angst. Wow. En toen depressie en toen op mijn 16e heb ik meerdere pogingen gedaan om een einde te maken. Wat dapper dat je dat zo durft te zeggen. Nou ja, hier kan en mag het voor het eerst, want verder is het overal taboe. Is het de eerste keer dat je erover praat? Wel vrij uit, zonder bang voor gevolgen, want ja, ik heb wel IBS in bewaringstellingen gehad, omdat ik een gevaar voor mezelf en de omgeving was. Terwijl, dat was ik helemaal niet. Ik wil gewoon rust en ja, veiligheid, wat ik niet kreeg door steeds terug naar huis gestuurd te worden. En ja, je kan het niet uitleggen hoe het thuis gaat, maar ik wist wel dat na het hulpvragen het thuis achter de deuren wat sneakier, maar wel veel erger werd. Oké. Hoe reageerden je ouders op die pogingen? Ze reageerden al op mijn 11e heel erg achterdochtig, omdat ik had in groep 7 een schriftje met mijn toenmalige docent. Iedereen had een dagboekschrift en daarin vertelde ik van, ik vind het thuis niet leuk, ik voel me niet veilig. En hij heeft goed bedoeld, maar achter mijn rug om naar mijn huisarts doorgegeven. En ik kwam een keer met mijn moeder en mijn zus, oudste zus, ratten wegbranden. En ze begon gelijk over hoe... Voor de thuissituatie. Ja, en wow. Dat heeft het allemaal erger gemaakt. Dus en toen was jij degene die de vuile was buiten hing, als het ware? Ja, hulpvragen überhaupt is gewoon voor hun een vorm van zwakte, maar ook gewoon de vuile was. Maar hun waren in de meerderheid, dus ze schreeuwden het over, ze stemden mijn verhaal. Dus het was gewoon dat mijn zussen meegingen en dat er werd gezegd van ze zoekt aandacht, dus je moet het niet serieus nemen. En zo ben ik ook nog eens door het leven gegaan als pathologische leugenaar volgens mensen. En ja, ik kon gewoon nergens meer aansluiting vinden. En in de eerste klas heeft mijn zus ook me echt voor de klas laten zeggen dat ik gelogen heb. En dat was echt het begin van een hels brugklasjaar. Je vond thuis geen aansluiting, op school geen aansluiting, hè, binnen familie en vrienden geen aansluiting. Had je vrienden überhaupt? Ik mocht vrij weinig buiten schooltijd. In het weekend moesten we naar moskee. Daar had ik ook geen vrienden, want daar was ik weer de enige. Was ik ook weer een buitenbeentje. En ik had eigenlijk in de straat een paar meiden, maar die vonden me ook maar raar, dik en vies en stinken. En ook gewoon niet echt vriendinnen, maar ja, af en toe mijn tante, maar die woonde 2 deuren verder, dus dat was toch familie. En wat deed dit allemaal met jou? Ja, ik wilde dood, maar omdat dat een taboe onderwerp was, probeerde ik het niet als zelfmoord te laten lijken. Ik was gewoon heel roekeloos, destructief en ook impulsief, want ik rende ook gewoon naar het spoor en dan hoopte ik dat ik tegelijk met de trein was. En zou je dan gesprongen zijn? Ik ben 3,
4 keer met een prik en 6 agenten eraf gehaald. Omdat ik juist vasthield, gewoon moest ik een prik om mijn spieren echt te verlammen, zeg maar, moesten ze me eraf krijgen. Maar ik was heel vastberaden om klaar te zijn met overleven. Dat zijn best heftige gebeurtenissen als je van het spoor wordt gehaald door 6 agenten met middelen, gebruik, of toedienen van middelen om je rustig te krijgen. Heb je toen wel de juiste hulp gekregen? Want dit is een paar keer gebeurd. Niet echt. Ik ben juist verkeerd begrepen, want in de hulpinstanties is het juist vanuit hun ogen bekeken in plaats van mijn cultuur en afkomst. En thuis zochten ze een verklaring waarom ik zo'n schande was voor hun achternaam en de image. En toen ben ik ook al heel veel in Marokko, in Frankrijk, in Nederland naar Rokia gebracht. Oké. Okay. En ja, ik merkte dat ik alleen heel erg onderdrukt werd, in een doofpot werd gehouden, zowel door de psychiatrie als de cultuur en familie, zeg maar. Dus ja. Terwijl eigenlijk was je grootste wens om gezien en gehoord te worden. Ja. En erkend te worden. Geaccepteerd zoals ik ben. Dat is best een heftige jeugd. Dan heb je het nu over een periode van vrij jong tot aan een leeftijd van 14, 15 jaar. Waarin je best heftige dingen hebt mee moeten maken. Waarin je ook zelf een aantal keer een einde aan je leven wilde maken. We begonnen net met het stukje over seksueel misbruik. Wanneer gebeurde dat? In welke fase? Tot nu is het nog steeds gebeurd in mijn leven. Maar toen de tijd was het... Nu? Gebeurt het nu nog? Oké. Okay. Ja, maar het begon heel onschuldig vroeger. Gewoon, onschuldig. Maar aanranding door mijn neef. Wauw. En dat is wat je bedoelt met onschuldig? Was gewoon met kleren en gewoon... Hij wilde aan ze trekken komen, dus ik ben wel toen de tijd... toen leerde ik zeg maar wat een orgasme was, zeg maar, door hem. Maar gebeurde dat met instemming van jou of daarvoor zover je kunt instemmen op die leeftijd? Nee, absoluut niet. Maar ik zocht toch iets wat mijn ouders me niet gaven en op school niet. En hij kwam ook gewoon soms als ik naar school moest, gewoon 's nachts ging hij ineens op me liggen en mijn hand, zijn hand voor mijn mond. Het gebeurde in Nederland? Nederland en in het land waar hij zelf vandaan komt, Frankrijk. Ja, dit gebeurde dus door jouw neef, die op zich vrij toegang heeft tot de woning. Het vertrouwen had van je ouders, van de familie. En wat gebeurde daarna? Dit ging gewoon 6 jaar door. Ik heb 1 keer aan mijn moeder durven zeggen dat hij op mijn rug ging zitten en me kietelde. En hoe ze erop reageerde, dat het mijn schuld was. En met klappen heeft me terughoudender gemaakt om het te zeggen. Maar voor hem een vrij kaart gegeven om door te gaan. Want ze heeft niet dan hem toch nog geprobeerd weg te houden bij jou, aangezien... Nee, want sommige momenten sliep ik gewoon omdat ik naar school moest en dan deed hij gewoon een hand voor mijn mond. Was hij ouder? Ik denk in die tijd dat ik 10, 11 was, dat hij 16, 17 was. Nou ja, toch oud genoeg om te beseffen dat het niet goed is. Oké. Hoe lang ging dit seksueel misbruik door? Tot mijn 16e. Want toen werd ik naar de paasafdeling gestuurd. En wat houdt dat in? Dat is een psychiatrische afdeling in het ziekenhuis. Maar die is voor vanaf 18 jaar. Dus ik was daar 1 nachtje nood. En daarna hebben ze me naar een jeugdpsychiatrie gebracht. Een gesloten afdeling. Gesloten? Ja. Ja. En wat was de reden daarvan? Mijn ouders zeiden dat ze niet meer wisten wat ze met me moesten, want ze hadden alles geprobeerd, wat dat ook mag inhouden. En school had me ook
van mijn opleiding afgehaald omdat ik niet sociaal genoeg voor SPW was. Wauw. En omdat ik eigenlijk niks te vertellen had, want iedereen was heel erg gezellig over vriendjes en vakantie aan het praten, maar ik had dat niet, dus ik kon daar ook niet over meepraten en hebben daarom gezegd dat ik te gesloten was en niet sociaal was. Dus al dat bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat je in een gesloten inrichting kwam? Ja, toen ik hoorde dat mijn opleiding ook ontnomen werd, na 10 jaar pesten, na thuis wat er allemaal gebeurde, ik kon niet verwoorden dat de grond onder mijn voeten werd gehaald. Dus ik bonkte misschien met mijn hoofd tegen de tafel, omdat ik dacht van, ik kon woede, ik kon verdriet, ik kon het allemaal niet uiten. Het mocht ook niet van huis uit. Dus zodoende heb ik mijn hoofd gebonkt en toen dachten ze, oh jee, wat moeten we nou? En, op school? Ja, en toen hebben ze me naar de Paas gebracht in het ziekenhuis en van daaruit eigenlijk nooit meer school gezien. En had het positieve invloed op jou, die afdeling waar je terecht kwam? Nee, want ik was continu bezig met hoe krijgen mijn ouders dit te horen en... Zelfs daar? Ja, continu. Want je bent niet door je ouders daar gebracht. Het ging meteen via school. Ja. Wow. En dat komt harder aan als het van een ander dan nog te horen krijgen. Ja. En hoe lang heb je daar gezeten, van je 16e tot? Ik ben tussendoor moest ik dan toch weekenden thuis proberen en dan ging het weer fout en dan kreeg ik weer in Castricum, in Drenthe allemaal. Het was eigenlijk altijd noodopnames ertussendoor en ik begon daar ook met automutileren. Oké. Opnieuw, want je deed... Daarvoor kende ik het nog niet echt en deed ik het af en toe, maar daar zag ik meerdere en dan werd dat mijn uitlaatklep of ventilatie, omdat ik dan met niemand hoefde te praten over wat ik voelde of hoe ik het voelde. En thuis was daar geen ruimte voor om te praten, dus ik werd heel erg verslaafd aan automutileren. Oké. En hoe ben je er uiteindelijk uit de instelling, want ik begrijp dat het geen positieve invloed op je heeft gehad. Ja, je bereikt op een gegeven moment, ben je uitbehandeld of ben je klaar? Dan mag je weer naar huis. Mocht je ook naar huis? Ik begon verplicht een maand ter observatie gesloten. Daarna ga je naar een wat meer open afdeling, maar dan moet je het afwisselen met weekenden thuis. Dus kijken hoe het thuis gaat. En ik wilde heel graag blijven, ook in die weekenden, omdat ik voelde van hier mag ik uit mijn schulp komen en dan kan ik ontdekken wie ik ben. En door steeds die weekenden thuis was dat weer helemaal door elkaar. En uiteindelijk ben ik tot mijn 18e eigenlijk overgegooid als een hete aardappel door instanties die niks... Ja, iedereen vindt me complex omdat ik... Je hebt je eigenlijk nooit ergens thuis gevoeld, thuis niet, op school niet, hè? Bij de instellingen waar je dan zat niet. Heeft de instelling toch nog iets positiefs gebracht in jouw leven, denk je? Uiteindelijk niet, want ik werd toch weer steeds naar huis gestuurd en op een gegeven moment moest ik gewoon ook... echt opgesloten zitten en in een scheurhemd en alles, mijn bril moest ik weggeven, maar alles eigenlijk, want daar kan je jezelf wat mee aandoen. Zag dus, je een isoleercel als het ware? Ja, alleen ik weigerde dat natuurlijk, omdat dat als thuis voelde, die gevangenschap. En vaak werden er door meerdere mannen dan mijn kleren kapot getrokken, omdat ik weigerde. En dan kwam toch weer of die spuit of gewoon, ik moest dan in een scheurhemd en dat was best wel traumatisch en heftig. Jeetje. Op je 20e ben je op jezelf gegaan, je bent nu 30.
Zijn er dingen gebeurd die eigenlijk komen doordat je zo'n hele slechte basis hebt gehad, als het ware? Dingen die er gebeurd zijn waar je nu spijt van hebt misschien? Of, Ja, ik heb bij verkeerde mensen geborgenheid gezocht, genegenheid gezocht. Mm. Er is seksueel, financieel heel veel misbruik van me gemaakt. Na mijn 18e kwam ik natuurlijk van gevangenschap in opeens vrijheid die ik nooit kende. Dus daar ben ik ook in doorgeschoten. Ik ben er niet trots op, maar ik heb ook 2 abortussen gehad. Diegene is ook overleden, die vader die van die kinderen in 2010. En daarna ben ik door meerdere keren door verschillende mensenhandelaren meegenomen. Omdat ze hebben niemand die. Ze wisten gewoon, niemand kijkt naar jou om je. Ik hoef niet druk te maken om een vader, een broer of wat dan ook. Dus daar. Dus je hebt geprostitueerd? Ja. Niet by choice, maar. Diegene, ik had een zwak voor diegene, want diegene had een thijslijmziekte. En ik voelde eigenlijk dat ik eindelijk voor iets of iemand kon zorgen of nodig was. En diegene heeft zich ook weer door vrienden laten inpraten. Van weet je hoeveel geld je met haar kan maken? En ja, hij bracht het ook dat het voor onze toekomst geld sparen was. Maar daarna, zeg maar, na een paar keer werd hij toch jaloers en bezitterig van ik wil jou daar niet hebben. En vervolgens ben ik een jaar, anderhalf jaar nog bij hem thuis blijven wonen. En hij vond het heel, hij vond het niet fijn dat ik juist zo bemoeiderend, ik gaf gewoon om hem en ik, dat vond hij heel verstikkend. En ging vreemd met een ander om dat zo duidelijk te maken dat hij van me afhoudt. En overigens, die vorige met die 2 abortussen ging ook vreemd. Dus ja, ik heb nog steeds niet echt een basis waarin ik gewoon ergens geaccepteerd heb gevoeld of wat dan ook. Dus ik zit nog steeds zonder basis en ook zonder stabiele veiligheid. En wat is daarvoor nodig, denk je, om die basis te krijgen? Ik heb natuurlijk afgelopen 7-8 jaar heb ik in een instelling gewoond die eigenlijk helemaal niet naar me omkeek. Door meerdere bewoners ben ik misbruikt seksueel en ook door een begeleider. En ja, toen ik dat durfde te zeggen eindelijk, toen zeiden ze dat kan je maar op één manier bewijzen en dat is aangifte. Maar daarbij komt zoveel kijken en het was al 2 jaar geleden dat het gebeurd toen was. Dus ik besloot om het niet te doen, aangifte. Ik heb wel een gesprek met de politie gehad, dus dat was als een melding gezien. En aangifte heb ik mijn eigen redenen waarom ik het niet deed. En voor hen was dat dus gewoon duidelijk van dan heb je het gewoon zelf gewild. En sindsdien worden mannen echt uit je buurt gehouden alsof je lepra bent of zo. Juist medewerkers. Oh. Ik mocht niet over het misbruik praten met medewerkers. En dat gaf bewoners nog meer de ruimte. Ook TBS'ers woonden daar. Mm. En die zitten vandaag de dag nog steeds, weten ze waar ik woon en stalken me en bedreigen me. Oh. Dus ik zit met de gordijn dicht. De hele dag, elke dag voor de tv en af en toe trauma's van Nora. Wordt gewaardeerd. Maar. Nou, dat is echt wauw, wat ben je onwaarschijnlijk sterk, zeg. Wauw. Nou, dat zit allemaal achter een masker opgekropt. Want het feit dat je hier zit en je verhaal zo kunt vertellen. Ja, dat is het vertrouwen wat jij me geeft. Dankjewel,
dit nog nooit gevoeld, gewoon dat ik er mag zijn of mijn gevoel er mag zijn. Het mag altijd maar één van de twee, maar En of je er mag zijn en je bent er. Ik ben echt super, super, super trots op je. Ja, zonder jouw groep had ik nooit mensen ontmoet die toch vrije Marokkanen zijn of ook dingen meemaken die ik heb meegemaakt en vervolgens erover mogen praten. Ja, dat zonder die groep en die meiden. Dankjewel. Ja. Blijf vooral lid en roep ook daar waar wij iets voor je kunnen betekenen. Wij blijven sowieso in contact met elkaar en ik vind je echt serieus waar een van de sterkste vrouwen die ik ooit heb gesproken. Dat je dit hebt meegemaakt en hier toch zit en positief bent en kunt lachen. En je bent er nog lang niet, wie wel, maar goed, dat geef je ook aan. En super trots op je, echt waar. Dankjewel. Jij bedankt dat je zoveel deuren voor mensen opent. Je hebt het niet door, maar dat doe je wel. En toen ik ook in Marokko, 2 jaar geleden was ik met mijn vader naar Marokko. En hij was alleen maar bezig met wat anderen van hem denken en vinden. Hij heeft me met koffers en al op straat gezet in Marokko. En door de meiden van die in mijn app zitten, van die ik heb leren kennen via jouw groep. Ja, die waren er voor me en ik ben jou ontzettend dankbaar dat je de verlichting, zowel als licht als zwaarte. Hou op hoor. Nee, maar echt, dit is niet om te slijmen. Nee, dat is zo vaak te komen. Echt. Veel te veel credit, want je doet het wel echt op eigen kracht. Nee. Echt waar. Ik wil je niet tegenspreken of zo, maar dit ik is zit echt te vechten om, ja, met mijn eigen demonen en ja, zo'n grappig berichtje van die harde kammen van Marokko of zo. Dat, ja, dat voor ontspanningen en herkenning te gaan. En ook gewoon dat je denkt, oh, ik ben eigenlijk niet de enige. Want ja, in een wereld met Nederlandse mensen is over klappen praten al. Ja, straks is de kinderbescherming voor je deur. Dus bedankt voor dat jij ventileren. Jij bedankt, echt waar, ook dat je me vertrouwt om dit mee te delen. En ook de wereld in te sturen. Is er nog afsluitend een boodschap die je hebt voor jonge meiden? Misschien in dezelfde positie of naar ouders die ergens nog specifiek op moeten letten richting hun kinderen? Nou, niks moet van mij. Maar als ik gewoon maar één meid die vecht met zichzelf of met de wereld of de cultuur of de identiteit. Ja, dan zal ik al blij zijn als één iemand zich geholpen met dit verhaal voelt. En ja, ik zou er ook voor die meiden willen zijn. Een luisterend oor kan zoveel verschil uitmaken. Dat geloof ik echt. En dat bewijs jij ook. Dankjewel. Ja, dat heldin.